Er was één ding dat mij opviel, dat was namelijk dus, het Duitse grondwettelijk hof. Wanneer het gaat over democratie, gaat het altijd over de mens is geschapen, is in vrijheid geschapen, in vrijheid en in gelijkheid geschapen. En dat viel mij op. Maar ik weet niet of het echt van Spinoza komt of het eerder van Kant komt. Ik vermoed waarschijnlijk eerder van Kant in Duitsland. Dus dat viel mij enerzijds op. En anderzijds zou ik willen vragen wat uw mening is over de rol van de rechter in de substantieve democratie. Mm-hmm. Ja, ik dank u voor uw vraag. Ja. Ik zou ten eerste zeggen dat in de voorbeelden van de radicale democratie die wij bij filosofen kunnen vinden, dan is er geen splitsing tussen executieve mm-hmm. macht en juridische macht. Hè. Ook in het geval van Spinoza, maar ook toen in de Athene van Socrates en Plato. Ja, waren dezelfde mensen. En eigenlijk, dat is een moderne idee. Ja? En bijvoorbeeld de typische moderne kritiek tegen de democratie, ja, als wij Kant of mensen van de 18e eeuw lezen, voor hen democratie is die democratie waarover ik heb gepraat. Ja? En het eerste argument is precies dat er geen splitsing is van de rechters of de juridische macht en de executieve macht. Er is in principe geen probleem tussen legislatief en executief, maar vooral de kritiek is tegen op de democratie is dat probleem. Wat ik zelfs daarover denk, ja, persoonlijk ben ik natuurlijk voor de verdeling van de macht, absoluut. En ik denk dat bijvoorbeeld in de recente zo populistische experimenten, nee, in Latijns-Amerika, zoals ook ja, recente problemen die we hebben hier gehad in Vlaanderen, dan zien we altijd dat de populistische partijen willen echt denken dat politici ook iets kunnen zeggen over wat rechters moeten beslissen, nee, of hoe rechters moeten iets beslissen. Dat is wel waar. En dat kan wel zeggen dat, ik zou zeggen dat een echte agenda van radicale democratie, ja, respecteert niet eigenlijk helemaal die splitsen. Maar daarnaast, ja, als dat belangrijk is, ja, als ik dat mag zeggen, ja, ik ben natuurlijk daar tegen. Ja, ik vind dat niet zo. Maar wat waar is het dat dat gebeurt? En dat op een moment komt, op een moment dergelijke politici denken, ja, dat ook nodig is zo het juridische systeem te herzien. Ja, ik praat over Podemos in Spanje, ik praat over Dilma en Lula in Brazilië, Chavez in Venezuela, de Kirchner in Argentinië en hier wat Theo Franken onlangs getweet had. Maar het is niet of een gelijk of geen gelijkheid, het is gewoon wat soort van bewustzijn dat individu geeft, ja, dat het denkt dat het zoiets mag zeggen. Ja? Dus, en ik ben totaal overtuigd dat het niet alleen is. Zijn stem is tot en met representatief. Ja? En aan de ene kant kunnen we zeggen, ze zijn verkeerd, maar ze zijn niet verkeerd. Ja? Ze hebben gewoon een andere idee over wat democratie is. En dat is wel mijn punt. Ik denk dat we verkeerd beginnen als wij in termen van normaal-abnormaal denken, of de stommerikken die echt niet weten waarover het eigenlijk gaat, ja. En wij die wel weten, ja, daarom zijn we tegen Trump. En was voor of tegen Angela Merkel, jouw laatste slide? Het gaat misschien de sfeer in de zaal. Ah, oké. Nee, maar en ik denk dat... Het was niet voor of tegen. Nee, maar ik denk dat alleen in politiek, ja, alleen niemand is verkeerd. Hè. Het gaat over overtuigen. Dus in die zin... ik denk dat ik meer dan genoeg heb gezegd over jouw vraag. Ja, dank u.
Ja. Nee, maar allee, het valt wel heel erg op dat de rechterlijke macht in het populisme zo onder druk komt te staan. Zowel in de Verenigde Staten als hier bij ons dan met de visumrel als bij de Brexit bijvoorbeeld. Hè. Als de Brexit dan voor een rechterlijke instelling komt dan, en ze doen niet wat de Vox Populi verwacht, dan zijn het landverraders of volksverraders. Ja, ja, maar ik zou ook daaraan toevoegen dat bijvoorbeeld als er zoiets gebeurt zoals met de Dutroux, ja, zo'n paar jaar geleden. Dat is ook zo'n sociaal klimaat die sowieso de rechters conditioneert. Dus wat wij in het populisme, in dergelijke voorbeelden van populisme zien, is niet iets typisch populistisch. Ja? Alleen, ik zou zeggen, populisme heeft wel te maken met het idee dat altijd zo een vijand is. Er moet zo iemand daartegen zijn. En normaal gezien is de politieke klasse. Ja? Daarom, Trump is iemand van buiten Washington. Ja? En daarom is en de arme Hillary Clinton was Washington zelfs. Ja? Dus een van de punten waarom Trump is gewonnen, denk ik, dat heeft daarmee te maken. En het geeft ook het idee van dat instituten niet voor altijd zijn. Ja? Dat de politiek staat boven de instituten. En dat eigenlijk politiek moet de wereld transformeren. Dus bij andere soort van theoretici heb je wel mooie schema's of systemen om kleine problemen op te lossen. Ja? Ofwel een bepaalde status quo zo lang mogelijk te behouden. Ja? Maar als je denkt in termen van echte conflicten die de maatschappij kunnen zo in twee splitsen, ja, dan ga je zien dat populisten, theoretisch over het populisme, niet helemaal verkeerd zijn. Hè? En ook het punt is dat soms mensen voelen zich tot en met betrokken. Ja? Bijvoorbeeld als kindje zo vermoord worden. Of ook met de gevallen van de pedofilie in de katholieke kerk. Ja? Met alles wat wij weten. Ja? Ik denk dat de rechters voelen zich ook een beetje geconditioneerd. Dus structureel gezien is hetzelfde. Er is iets buiten het juridische systeem die dichter is eigenlijk aan de democratische legitimiteit of soevereiniteit, namelijk de opinie, de gevoelens van de kiezers, nee, van de mensen, ja, die proberen op een bepaalde manier zo de beslissing van de justitie te conditioneren. Nee? Ja. Nee, ik denk het ook, maar dat is natuurlijk uitermate zorgwekkend, denk ik. Ja. Maar een van de mooie dingen die Spinoza zegt in het begin van de Tractatus Politicus is, politici zijn te pragmatisch. En toen zei de filosofen, maar ik zou zeggen, theoretici over politiek, experten, ja, die zijn te idealist en ze hebben geen idee wat de mens is. En Spinoza zegt altijd, je moet echt opletten, ja, we zijn zeer rare dieren. We zijn echt super rare dieren. Ja. Soms kan je alles voor het volk doen en ik weet dat niet. Ja, plots is het brood 2 centjes duurder. Ja, en dan gaan de mensen niet meer tolereren dat je 20 paar schoenen in jouw palast heeft. En ze gaan jouw hoofd gewoon snijden. Ja, ik bedoel, dat is ook een punt dat ik aan het denken was toen ik uw analyse over Habermas las. En dat is iets dat ik bij Habermas mist. Is dat alles zo onmenselijk lijkt te zijn. In die zin van de gevoelens en ook van de economische situatie. En hoe belangrijk eigenlijk morele kwesties zijn in politieke systemen. Italianen hebben alle verschrikkelijke beslissingen van Berlusconi zonder probleem getolereerd. Wat ze niet hebben getolereerd is dat ze af en toe zo feestjes hadden met minderjarigen. Maar het is wel waar. Ja, en we kregen de Franse Revolutie aan de ene kant, zo de filosofen die schreven, bla bla bla. Maar de echte motieven, ja, was dat het volk, ja, in Duits zag men, ze hadden de nazen vol.
Ja? Also ze waren bui van de monarchie, van de corruptie. Ja? En ik denk dat met het hedendaagse fenomeen van het populisme, ja, moeten we niet zeggen, ja, dat is verkeerd met populisme, maar hoe komt dat? Dat de mensen denken dat in zo'n discours hoop is. Ja? Wat doet de andere kant? Ja, we kregen vandaag alle schandalen over de Publifin en dergelijks. Tja, en man kan wel begrijpen, of in Venezuela ook, daar waren zo, ik weet niet, boven de helft van de bevolking had nooit een voordeel gekregen van al de aardolie dat Venezuela exporteerde. Dus mensen zijn niet stom, hè. Ja, als ze voor Chavez, voor Lula, voor de Kirchner, voor Trump kiezen. Ja, het is niet dat ze willen, ik weet niet, zo'n muur tussen Mexico en Amerika. Ja. Allee, volgens mij. Is er een van de andere drie sprekers dat daar wel op dat er net over uw lezing het gezegd werd? Wel, in mijn achtergrond, als u ook bezig was, u sprak dan over de overwinning van Trump. Dat is de democratische waarheid. Maar wat betekent dat? Dat betekent gewoon, de democratie is een politiek regime. Dat regelt, dus, nu spreek ik niet als Habermas, maar ja. Als ja. Dus, dat regelt de strijd om de politieke macht. Dus, Trump heeft gewonnen. Maar dat betekent toch niet dat je moet zeggen, als iemand anders, ze hebben gelijk. Dus, ik ben eigenlijk, dus je hebt de vertaalde, de kiezer heeft altijd gelijk. Ik vind dat een foute uitdrukking. De kiezer heeft gewonnen. De kiezer. Het gaat om een machtsstrijd met de democratie. En dan is de macht bij degene die gewonnen heeft. Maar dat betekent niet dat je moet zeggen, dat is juist, want ik ben het daarmee eens. Dat kan je zeggen. En dat zei ze, dat de kiezer, als je dat woord wil gebruiken, of dat de winnaar zich vergist. Brexit. De Brexiteers hebben gewonnen, maar ik denk dat het een heel dwaze beslissing is. Voor de Engelsen en voor Europa. En gebaseerd op veel leugens. En gebaseerd op veel leugens. Ja, ik zou twee dingen willen zeggen. Ja, je hebt jouw mening. Ja, ik heb een mening over Brexit. Maar wat betekent gelijk te hebben eigenlijk in het gebied van politiek? Ja, we kunnen misschien vanuit een morele perspectief zeggen dat is slecht. We kunnen ook zeggen dat gaat slechte economische neveneffecten met zich brengen, maar gelijk te hebben. Ja, nee, alsjeblieft. Ja, nou, ik vind het wel een fascinerende discussie. Ja. Het gaat om ook zeker uit het economische perspectief, zowel voor Brexit als voor Trump. Eigenlijk waren economen van tevoren eensgezind. Dat dit meteen negatieve effecten zou hebben ook op beurskoersen. Heel concreet bij Trump waren de voorspellingen liep uit 1. Zeiden van nou, de beurskoersen zullen 5% dalen en de andere 12%. Er zullen ongetwijfeld heel veel filosofen zeggen vinden dat de beurskoersen, daar moeten ze helemaal niks van hebben en allemaal des te erger en zo. En dat de beurs stijgt. Nou ja, dat mag alleen maar de rariteit van het kapitalistische systeem zien of wat dan ook. Maar ik ben in de loop van de jaren wel overtuigd geraakt van de voorspellende waarde van beurzen. In elk geval niet op de heel lange termijn, maar wel op de redelijk korte termijn. We hadden net op de crisis van 2008. Nou, je kon, 2007 had nog niemand erover. Maar al die achtergestelde bankleningen die al 100 jaar bestonden en 100 jaar hele stabiele investeringen. Maar die begon al in 2006 te zakken en niemand wist waarom. En dat is dan weer het fascinerende dat, wat ook bij eigen economische kennis eigenlijk maar heel weinig goeds kan vertellen over de ideeën van Trump en Brexit, maar ook een goed idee lijkt, is op de een of andere manier waar de al die waarden samenkomen. En dan stemmen is nog één ding. En waar je goede geld ergens in steken is een ander. Het mooiste voorbeeld, Warren Buffett heeft een campagne gevoerd voor Hillary Clinton en koopt voor 12 miljard aan aandelen zodra Trump wint. Met succes overigens. Niet van vandaag heeft. Dus ja, hoe moeten we dit verhouden? Zeg maar de informatiestroom die vanuit de markt komt en die blijkbaar heel tegen. Precies, de markt gek kan ook, maar
daar hebben we eigenlijk in Flevisen heel veel indicaties van. Hoe moet dat terrein, is dat te rijmen met en de opvattingen die dat hebben hier gedeeld worden? En ik vind het ook fascinerend dat u in het kader van populisten ook Chavez, Lula en de Kirchner noemt, die waarschijnlijk juist onder veel intellectuelen hier nog best op sympathie konden rekenen. En daar zie je juist daar een heel andere tendens. Ik had er overigens nog wel eens bij Columbia zo aan toevoegen, waar hier politiek op een andere richting op gegaan zijn, waar de bevrijdingsbeweging is ook, hoe je ze ook noemt, in het verleden lastiger hebben gehad. Dus dat even over van hoe bepaal je het gelijk en hoe moet je. Nee, ik denk dat de vraag is van begin af verkeerd. En ik denk dat wij zo ongeveer eens zouden zijn dat, in verkiezingen is er iemand die wint. En er is zo een, als jullie willen, een wil of een idee of een overtuiging of gewoon gevoelens die zich gewoon uiten. Ja? En mijn punt was gewoon te zeggen dat we moeten niet denken, dat bijvoorbeeld fenomenen van, zoals populisme zo, iets niet helemaal democratisch is, maar het is vanuit de oorspronkelijke definitie van democratie, het is de echte democratie eigenlijk. Ja, met deze deze soort van ontkenning van de instituten. Ja, we hebben natuurlijk zo bemiddelingen uitgevonden, zodat dergelijke dingen niet zo vaak gebeuren. Nee, maar voor mij was echt ongelooflijk de ervaring van meer en meer te lezen over die Athene van Pericles en van Plato, ja? Ja? Je helemaal naar het begin gaat. Ja? Want lang heeft dat geduurd? 150 jaar? Het is een reusachtig stuk. Het systeem is instabiel gebleken. Ja. Omdat het systeem nog niet heeft. Ja, maar ja. Dus onder de jaren is er al meer ontwikkeld. Dus je hebt die antieke democratie. Je hebt dan de toevoeging van het idee van representatie. Ja. Je hebt de toevoeging van mensenrechten. Ja. Dus je kan democratie niet reduceren. Voor wie kan dat? Dan is onze samenleving iets anders dan louter democratie. Dan is het een liberale democratie die verbonden is met mensenrechten. Dan is het een representatieve democratie. Dus oké, als jij zegt democratie is voor mij wat er in Athene gebeurt, geen probleem. Maar dan zeg ik, een samenleving zoals de onze, waar die ik zou willen verdedigen, is een samenleving. Ja. Nee, het punt is eigenlijk, democratie is ook wat toen er gebeurd is. Ja, en mijn punt is, wat ik niet helemaal kan begrijpen, is zo de benaderingen tot het politieke in termen van goed, slecht, gelijk, niet gelijk, normaal, abnormaal. Ja. Daarnaast is wat ik zelfs denk, wat mijn ideologie is, maar dat laten we gewoon weg. Maar ik vind een groot probleem in politieke debatten of in politieke theorie of in de politieke filosofie zelfs, waar men zo snel zo praat over iets dat echt democratie is en voilà, het is juist ons systeem en deze verkeerde vormen, die populisten. Bijvoorbeeld, mensen soms willen gewoon demagogie zeggen. En ze zeggen populisme. Ja? Het is niet meer dan dat, denk ik. Mag ik misschien eventjes terugkomen op onze Duitse vrienden van de NPD? Als ik goed heb begrepen, er werd dus verzoek om over te gaan op een partijverbond. Werd dat niet ingewilligd, omdat er vier criteria waren. Niet aan drie, maar niet aan het vierde, namelijk zeg maar het gevaarlijkheidsprincipe. NPD is niet in staat of zou niet in staat zijn om zijn wil op te leggen. Ik vind dat een beetje, ik ben geen jurist, nu begrijp ik ook waarom dat ik geen jurist ben. Is dat een juridisch argument? Dat lijkt mij een politiek argument, dat lijkt mij een sociologisch argument, maar dat lijkt mij bijzonder weinig, bijzonder. Erg moeilijk om dat hard te maken. Wat is het, een partij die niet in staat is om iets
dat was precies... te verwerkelijken. En een tweede vraag, waarom kon de NPD de dans van een dreigende partij verbotsen? Waarom is er geen partijverbod op de NPD van toepassing en wel de SRP in de jaren 50? Wat was daar dan het verschil? Dat was mij niet helemaal... Er is natuurlijk... dus ik ben het met u eens. Ik denk dat dat nieuwe criterium juridisch één nogal wazig is. Ja. Dat het dus neerkomt op een eerder politieke beslissing. De vraag is ook in welke mate heeft het Bundesverfassungsgericht alle mogelijke feitelijke elementen onderzocht. Dat kun je niet opmaken uit dat arrest. Er zijn een aantal elementen waarvan men dan zegt, deze zijn niet voldoende. Maar ik ben alles onderzocht. Dus dat is inderdaad een criterium dat wazig is en juridisch uiterst kneedbaar. Wat betreft het SRP-arrest, dat is nu wel al een tijdje dat ik dat gelezen heb, maar 52 natuurlijk, dat zou iets te maken kunnen hebben met het feit dat men zich daar dichter in de tijd bevond tegen wat er daaraan vooraf gegaan was. Maar ook dat is niet erg juridisch, vind ik. En het gevaar van de SRP was het gevaar van de SRP groter dan van de NPD nu? SRP in 1952 stond Duitsland nog overgegaan hier statuut. Dus de kans van een heropstanding van een nazi-regime was in 1952 zeker niet groter dan nu. Dus ik vraag me af hoe je jullie als juristen omgaan met dit soort overwegingen. Het is wel zo dat de rechtspraak van dat hof, van in het begin, ja, vaak zijn dat over dergelijke zaken, maar ook over de eurocrisis. En zo bijvoorbeeld het arrest over het verdrag van Lissabon is een schoolvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk grotendeels bijna politieke traktaten over de politieke grondslagen van de normen in het grondgezet. Dus dat verklaart natuurlijk... dat verklaart niet, maar dat kun je maar zeggen. Men heeft een gewoonte om een arrest een beetje op te bouwen als een politiek traktaat. Zeggende, kijk, het grondgezet is de politieke basisbeslissing van de grondwetgever... die om een politiek discours vraagt. Het is natuurlijk ook niet verbazend dat de aanjagers van de discussie, ja, dat zijn natuurlijk politieke instellingen, dat is de Bundesvaart, want er zijn natuurlijk veel extremere partijen dan de NPD. Of partijen of groepen of groeperingen, maar dat is natuurlijk nog een andere discussie, omdat je ook een verenigingsverbod hebt. Dat klopt natuurlijk. Het is ook zo dat het Hof moet antwoorden op het verzoekschrift zoals het binnenkomt. En dus de verzoeker kan, de tegenpartij ook. En dus de partijen kunnen natuurlijk het discours van het Hof beïnvloeden wat dat betreft. En zeker bij een partijverbod op verzoek van een politieke instelling, van politieke partijen eigenlijk, is een hele politieke aangelegenheid. En men zit met die open norm, dus dat artikel 21 ten tweede, waarin er toch een aantal redelijk open begrippen gehanteerd worden. Dus voor een buitenstaander is dat juridisch misschien, en ik ga daar gedeeltelijk in mee, maar het grondwettelijk recht gaat natuurlijk grotendeels over open normen, die door een grondwettelijk hof moeten ingevuld worden. En dat daarbij een zeer grote speelruimte heeft. Mm-hmm. Ik heb nog 10 minuten voor vragen. Dus alles wat ik opgehoopt de laatste zoveel uur laten gaan. Maar kort. In welke mate is de Common Law en de rechters die eigenlijk de belangrijkste en misschien de enige regels formuleren bij het oplossen van conflicten, verenigd met de democratie? Alle sprekers mogen een poging doen. Dat is wel weer aardig. Dus waar je nog een groep common law, maar met name speelt het ook bij de Verenigde Staten, het Supreme Court, daar speelt het nog sterker.
dat is wel, nu heeft Trump iemand voorgedragen. Ik moet er toe zeggen, ik had echt gehoopt dat Clinton zou winnen en Obama zou voordragen, die echt een hele goede jurist is. Dus dat zou wel interessant zijn, maar ik heb het niet gelopen. Maar je ziet dat dan bijvoorbeeld wordt gezegd, een hele conservatief, oer-conservatief, aas-conservatief. En wat wordt ermee bedoeld? Nou ja, dat is dat hij de grondwet vrij letterlijk interpreteert, originalist. De grondwet zegt bijvoorbeeld niets over abortus, dus dat is dan aan de staten. En dat is een heel terughoudende visie die, denk ik, ja, wij hebben in Nederland überhaupt geen constitutionele toetsingen. Dat is natuurlijk wat dat betreft, is dat de Bundesverfassungsgericht natuurlijk ook alweer een heel bijzonder, veel meer politiek instituut. Maar we zullen ook altijd heel terughoudend zijn. Dus wat u zegt, van ja, is dat ondemocratisch? Ja, u bent als rechter, normaal gesproken, maar in Amerika is dat dus anders, uitermate terughoudend wat betreft het afwijken van wat de wetgever heeft gezegd. En als econoom reizen maken we haar op de berg, want het is werkelijk tegen krommende onzin die de economie ernstig schaadt, die moet toepassen. Maar ja, ik ben rechter, niet de wetgever. Als de wetgever duidelijk zo gewild heeft, dan doen we het niet zo. Wat betreft de common law, als het erom gaat, in Engeland of Verenigde Staten zegt het civiele recht, gegroeid is. Kijk, laat ik zeggen, als er echt politieke gevoeligheden zijn, ja, dan kun je met regulering het aan te sturen, maar op zichzelf heel veel is eigenlijk een soort geschilbeslechting geweest, wat politiek niet gevoel is, waar men aansluit bij wat partijen gewild hebben. Het grote punt wat de vraag betreft zit er denk ik in zo'n instituut als het Amerikaanse Supreme Court. En met name waar de constitutie is gaan zien als een levende constitutie die je steeds moet interpreteren, zeg maar, in de tijd waarin je leeft. En ongelooflijk veel over geschreven. Maar dat is natuurlijk een beetje gek, dat 9 rechters, van wie een groot deel van de 70, ongeacht de president en de samenstelling van Senaat, Huis van Afgevaardigden en vooral ook wat op het niveau van de Statenburgers is, daarvoor veranderd. En dat wordt toch in Amerika eigenlijk vrij breed geaccepteerd. En nu ben je eigenlijk ook weer blij met het Supreme Court, want door Trump genomineerde heeft zich er eens kritisch over Trump uitgelaten. Dus dat is echt wel iets. We hebben nog tijd voor een laatste vraag. Dit was 5 minuten, kan ik bij eigenlijk. Dus vraag. Ja, het was een heel interessante bijgang sowieso. Maar ik hoor op de vragen en antwoorden rond de populisme en zo. Een heel economische analyse, ook een heel filosofische. Maar die zijn voornamelijk, ik heb daar gemerkt, ontdaan van heel veel emotie. Terwijl volgens mij, ik werd ook al gezegd, stemmen, niet slim stemmen, of ze hebben verloren of gewonnen. Maar volgens mij blijkt het wel dat je ziet bij een hele emotionele bevolkingsgroep die de wereld momenteel die stemt tegen vooruitgang, die graag gewoon terug willen naar 2018 wanneer. En een bevolkingsgroep die graag vooruit wil en die dan bijvoorbeeld die samenstemmen voor een Brexit of zo. Maar zowel in de politiek als in de filosofie als in de economie wordt het wel zeer exact bekeken, maar zijn wij daar klaar mee om te gaan met mensen die bijvoorbeeld massaal zouden stemmen om gewoon te zeggen we houden het zoals het is en vooruitgang, dat hoeft niet meer per se, gewoon vanuit emotie met de mensen daar heel hard nu mee bezig zijn. En dus is de vraag eigenlijk, hoe zou wij samenleving moeten omgaan met dat emotie, dus de plaats terug gaat innemen van de rationaliteit. Dat is de vraag aan. 3 minuten. Ik dacht zo snel aan wetenschappelijke studies over hoe je hersenen werken als je een beslissing neemt. En het gebeurt altijd daarvoor je daarvan bewust bent, waarschijnlijk. En
Ik vind in principe een beetje problematisch zo het verschil tussen die emotionele kiezers en de rationele kiezers. Ik denk dat in de politiek is er altijd een soort van identificatie. Een voorbeeld is wat hier in Gent is gebeurd met Siegfried Brakke en de SPA'ers. Ja, ik heb veel vrienden die ja, een beetje meer zo links georiënteerd zijn. En ze kunnen zonder probleem tolereren zo de corruptie in de SPA. Maar die van Siegfried Brakke, dat absoluut niet. Dus, en ze geven mooie argumenten. En de ding is dat we praten. En als we praten, geven we de indruk dat, ja, dat we aan het redeneren zijn. En dat we echt argumenten hebben. En tenslotte kreeg ik zo'n vorm. Nee? En we hebben zo'n voorbeelden, ja, wat u net had gezegd. Ja, klinkt supermooi. Het is de Supreme Court of de Grondverfassingsgericht. Dat zich uit. Maar toch, het is een beetje flauw, het argument daar. En Aristoteles zegt in zijn Ethica, en Spinoza een paar duizend jaren later ook, zegt... mensen kan je nooit met louter argumenten overtuigen. Ik denk dat bijvoorbeeld het hele Europese experiment, het is supermooi, het is een mooi ideaal systeem, maar kan enkel overtuigen als je één of twee auto's kan kopen en elke jaar twee of drie keer op vakantie kan gaan. Ja? En altijd je job daar is en kan je zo loopbaanonderbreking doen en alles wat je... Als dat begint ja, niet meer ter beschikking te zijn, dan ga je andere stemmen misschien aantrekkelijker vinden. En achteraf ga je zonder probleem argumenten vinden om te zeggen dat waarvoor je hebt gekozen rationeel is. Ja? Maar ik weet niet of ik gelijk heb, maar het lijkt me dat ik in de buurt van iets ben dat wel reëel is.